Welke kinderen er wel of niet op de camera mogen. Jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Oh, yes! Kill. Ja, ik was er ook een. Mag je nog iets aan doen? Ja, we zijn een spellingles aan het doen. Kinderen die werken in tweetallen. En dan loopt een van de tweetallen loopt naar het bakje toe. Pakt daar een kaartje uit. En er staat een coördinaat op. Bijvoorbeeld C3 of zo. Dan lopen ze naar het raam. Lezen ze het woord wat bij C3 hoort. Dat lopen ze terug naar tafel, vertellen ze het de ander. En dan moeten ze het allebei opschrijven. En vervolgens brengen ze het kaartje naar de juiste hoepel met de juiste categorie. En dan oefenen ze als het goed is alle categorieën. Ja. En dan leren ze eigenlijk een beetje verbanden leggen, woorden kennen. Ja, verbanden leggen, categorieën koppelen. En door de beweging eigenlijk en het buiten zijn maak je het actief. Morgen allemaal, welkom bij jullie naar onze certificering van buitenwijzen. Het is al ongeveer een jaar terug dat we zijn begonnen met het buitenonderwijs. Daar hebben we ons een jaar in geschoold, we hebben een jaar steeds buitenlessen gegeven. Heel veel geoefend en leuke dingen met jullie gedaan. En nu een jaar later wordt onze inzet beloond met de certificering van het buitencertificaat van buitenwijzen. Die zit hieronder, dat is wel een verrassing. En die buitenlessen, waarom zijn die nou zo leuk? En Liz en Pelle gaan ons dat even vertellen. Kom maar even hier. Want jullie kunnen dat wel beter vertellen dan jullie zelf, hè? Waarom zijn ze nou zo leuk, Liz? Binnen moet je gewoon op je stoel zitten en buiten kun je gewoon bewegen en rennen en zo. En dat is leuk. Ja, buiten is gezond en het is leuker dan binnen zitten. Eigenlijk is ons buitenonderwijs, de nieuwe lessen die we nou geven, zijn eigenlijk heel erg leuk en goed. Ja, daar zijn we het helemaal mee eens. Dank jullie wel. Doe, Cecile, mag ik jou even het woord geven? Dankjewel, Sharon. Ja, ik vind het gewoon ook heel fijn dat ik hier vandaag kan zijn. Want inderdaad, ook ik vind dat het buitenonderwijs wat jullie allemaal nu hier krijgen, vind ik echt fantastisch. Ik ben zelf een oma en ik heb dus ook kinderen, die kleinkinderen die ongeveer zo oud zijn als jullie. En het eerste wat ik altijd doe als ik bij mijn kleinkinderen ben, is ga lekker naar buiten. Want buiten leer je heel veel. Ja, er is ontzettend veel te zien. En jullie zeiden het al, het is leuk. Het is ook uitdagend, je gaat erbij bewegen. En doordat je dat doet, leer je het veel beter dan wanneer je gewoon maar in die schoolbanken zit en het daar doet. Dus vandaar dat ik het heel goed vind dat hier dat buitenonderwijs nu is begonnen. En ik heb heel veel meer scholen waarvan ik denk, daar zou het op moeten en mogen gebeuren. En dan kunnen jullie allemaal bij helpen. Dus jullie filmpje wat we vandaag maken, wat gaat daarbij helpen? En dan denk ik dat er nog veel meer kinderen heel veel plezier in leren krijgen, net zoals jullie dat nu hebben. Dus ik denk dat we ook met elkaar een groot applausje moeten geven voor jullie allemaal, omdat jullie het zo goed doen. Zullen we? Dankjewel, Cecile. Ja, kinderen, leerkrachten, ouders, ja, ik denk dat dit toch wel een heel uniek moment is. Want, jullie zeggen, het is leuk om buiten te leren, maar dat is helemaal niet zo gewoon hoor. Want normaal gesproken leer je binnen, hè? Binnen word je wijzer. Maar inderdaad, het is ook vaststaand dat als je buiten leert, dat je nog wijzer wordt. Daarom heet het ook buiten wijzer. En dat klopt ook echt. Dan onthoud je het. Daar word je beter van. En ja, je beweegt. En dat is natuurlijk altijd hartstikke goed, hè. Alleen maar op een stoel zitten, ja, dat doe ik ook zelf veel te veel als wethouder. Ja, ik moet ook naar buiten. Ik moet ook buiten wijzer worden. Dus daarom ben ik ook blij dat ik hier mag zijn. Geweldig initiatief en ik vind het ook fantastisch dat hier in Vilsteren een school is die een jaar geleden heeft gezegd, jongens, we gaan het even op een heel andere manier aanpakken. Ook om te laten zien dat de dorpsschool waarde heeft. Jullie hebben waarde, jullie hebben betekenis, jullie gaan verder redden. En jongens, deze zeggen, heel veel succes met jullie initiatief. Dank jullie.
dank u wel. We zijn hier ook aanwezig, Renate en Gianne namens Buitenwijzen. Renate heeft ons geschoold, die heeft ook het buitenonderwijs eigenlijk op de kaart gezet. Die heeft ons meegenomen in het hele traject. En zij zijn hier nu om de certificering te doen. Ja, want alle meesters en juffen die hebben heel hard getraind om dit te kunnen doen. Om jullie mooie, leerzame buitenlessen te geven. En daar zijn ze inderdaad, zoals juf Jeroen al zei, een jaar lang mee bezig geweest. En dat is ontzettend knap. Als je op school zit, dan krijg je op het eind, in groep 8, krijg je een diploma. Nou, alle meesters en juffen van deze school krijgen vandaag ook een diploma. En die gaan we uitreiken aan juf Christie en juf Jeroen. En die is natuurlijk voor alle meesters en juffen van het Natuurrijk. Maar we overhandigen aan jullie. En dan mogen jullie een heel groot applaus geven voor deze toppen. Gianne Wachterveld en Renate Bruins-Slot. Renate, jij bent ondernemer met een missie. En samen met Gianne heb je de certificering eigenlijk een beetje in het leven geroepen. Jullie zijn in ieder geval de grondlegger. Vertel eens even in het kort, wat houdt zo'n certificering in? Want het is best uniek, want het is de tweede school in Nederland waar dit gebeurt, hè? Ja, klopt inderdaad. Nou, een certificering houdt eigenlijk in dat leerkrachten een heel traject ingaan van trainingen. Waarbij ze leren hoe ze buitenonderwijs moeten geven aan de kinderen. Een stukje achtergrond, waarom het zo ontzettend goed is voor kinderen. En als kers op de taart krijgen ze dan het certificaat om ze enthousiast te houden. En een stukje waardering, ja. Dat idee, hè, van buitenonderwijs, waar komt dat weg? Ja, oorspronkelijk komt het eigenlijk uit de kinderopvang, waar we zien dat kinderen heel veel naar buiten gaan en daar heel veel leren. Alleen ze gaan naar de basisschool en opeens moeten ze hele dagen binnen zitten. Vond ik heel bijzonder en ik snapte het ook niet helemaal. Toen ben ik gaan kijken van nou, hoe gaat het in andere landen? En daar zien we dat er heel veel buitenonderwijs gegeven wordt. En zodoende is het balletje eigenlijk gaan rollen en hebben we dat naar Nederland willen halen. Ja. Gianne, vorig jaar spraken we elkaar heel kort bij het verkiezingsdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen. Toen vertelde je al van, nou er zit wat aan te komen, want we zitten best met een probleem, want het leerlingenaantal loopt terug. Hoe is het daar nu mee? Volgens mij, ik ben inmiddels hier niet meer werkzaam. Sharon is gewoon weer terug. Maar volgens mij trekt dit concept ook wel leerlingen aan. Volgens mij zijn er alweer 2 aanmeldingen binnen. En natuurlijk zijn ze nu een kinderdagverblijf hier intern gestart. Wat ook weer aantrekkelijk is voor ouders. Ja, wethouder van onderwijs, Koos Schelen. U had de eer om het certificaat te onthullen. Dat is wat. Ja. En het is ook wel een heel bijzonder certificaat, want ja, buiten spelen dat kennen we al, maar echt buiten leren dat is niet zo gewoon, ook niet in Ommen, maar eigenlijk helemaal niet in Nederland. En het is een geweldig concept, er is ook heel veel voor nodig, want je kunt wel denken van ja, buiten leren, hè, dat doe je even. Nee, dat doe je niet zomaar even, want het moet natuurlijk wel aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoen. Het gaat wel om onderwijs, het gaat wel om onze kinderen, maar dat is hier gelukt en daar kan je inderdaad echt heel trots op zijn. Ja, ja. In uw toespraak legt u ook heel mooi een bruggetje met, nou ja, in dit geval buiten leren, hè? Tenminste een deel buiten leren, met sporten, bewegen en onderwijs. Ja, in Ommen hebben we een uitwerking van het Nationale Sport- en Preventieakkoord. En we proberen met sportverenigingen, maar ook met scholen, ook fysiotherapeuten, huisartsen, één front te vormen om gezondheid in Ommen goed op de kaart te krijgen. Ja, en buiten spelen, buiten leren hoort daar natuurlijk helemaal bij. Dus naadloos. Cecile Servaas, voorzitter van de stichting Cadent, waar het Natuurrijk onder valt. Cadent heeft wel zijn nek uitgestoken met dit concept, hè? Ja, absoluut. Maar dat hebben we ook wel met heel veel overtuiging gedaan. We hebben heel veel onderzoek gedaan van wat maakt nu dat kinderen heel goed gaan leren. We hebben ook gekeken wat is wetenschappelijk daarin bewezen. En datgene wat hier gebeurt, de facetten die daarbij aan bod komen, ja, daarvan is gewoon wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Dat kinderen daardoor veel beter leren dan wanneer ze de hele dag in de schoolbanken zitten. Worden mensen hier blij van?
De kinderen worden hier fantastisch blij van en daar gaat het om, hè, want we doen dit allemaal voor de kinderen. Maar wat ik ook heel mooi vind om te zien is hoe de leerkrachten dit hele jaar zich hebben ontwikkeld. En het is ook een team wat hier al best lang werkzaam is, in ieder geval een aantal teamleden wel. En ook die heb ik gezien hoe zij hier heel blij van worden. Ja. Sharon Broek-Roelofs, locatiecoördinator van School het Natuurrijk in Vilseren. En Christy van Zeventer, schoolleider van deze school. Sharon, om met jou te beginnen. Trots? Heel trots, ja. En dik verdiend. Ja, is dat zo? Ja, dat is zo. We hebben het laatste jaar hard gewerkt om dit certificaat in ontvangst te mogen nemen. Leerkrachten hebben hard gewerkt, de scholing gevolgd. Nou ja, binnen alle vergaderingen en zo is het natuurlijk ook heel vaak aan bod gekomen. Veel geoefend met z'n allen en nou een prachtig onderwijsconcept neergezet. Ja. Dat certificaat is natuurlijk niet eeuwigdurend. Ik heb begrepen dat het voor 2 jaar wordt toegekend. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het certificaat wordt voor 2 jaar toegekend. Maar wij zijn ervan overtuigd dat buitenonderwijs heeft van zo'n plekje in ons onderwijsconcept gekregen. Dat hier geen probleem gaat zijn. Over 2 jaar krijgen we hem gewoon weer. Christy, even naar jou. Heb jij zelf ook deelgenomen aan die certificering? Aan het hele onderwijstraject voor jullie als leerkrachten? Nee, ik heb het langs de zijlijn meegekregen. Ik ben hier vanaf 1 augustus gestart. Dus toen was eigenlijk de trein al volop rijden. Dus ik heb ervan genoten wat er hier allemaal gebeurd is. Maar eigenlijk ben ik aan boord gestapt toen het al gaande was. Dus, nou, voor jou is het natuurlijk ook nieuw, hè? Dat zeg je net. Hoe ervaar je dat? Ja, wat ik vooral zie is dat kinderen echt zo enthousiast, je hebt het net ook zelf ervaren, maar dat is echt elke dag. Dat is niet nu omdat de opening is. De kinderen zijn elke dag enthousiast over de buitenlessen. En ja, dat is wat je wil als school. Nou, Cecile, de voorzitter van Catent, die zei het ook al, hè, van hoe mooi is het als we dit kunnen uitrollen over al die scholen die Catent heeft. Ja, dat is natuurlijk het zijn 35 scholen, dus dat is nogal wat. Ik denk wel dat Nederland klaar is voor een andere blik op onderwijs dan alleen in de klas zitten en met elkaar naar een juf luisteren of naar een meester, hoop je dan soms ook nog. Ik denk dat we er wel klaar voor zijn om een andere weg in te slaan. Niet alleen onderwijs, Sharon, maar ook andere dingen. Ja, sinds 6 januari hebben we ook een eigen kinderdagverblijf, een eigen BSO binnen onze school. Op school zeggen we leren doen we buiten. Bij het kinderdagverblijf zeggen we spelen doen we buiten. Dus het concept die we op school hebben wordt ook doorgetrokken binnen onze kinderopvang. Kinderen kunnen ook op onze school van 0 tot en met 13 jaar eigenlijk zich ontwikkelen in een doorgaande lijn en binnen 1 omgeving. Dus dat is fijn voor kinderen, maar eigenlijk ook voor ouders. Daarnaast kunnen de kinderen beneden van 0 tot 4 jaar hebben we een kinderopvang. En dan een BSO voor de kinderen die bij ons op school zitten of in scholen in de omgeving. Die zijn ook van harte welkom. Het komende half jaar gaan we ons groene schoolplein ook realiseren. We zijn nu druk bezig met de ontwerpen. Reinate van Buitenonderwijs Nederland helpt ons daar ook bij, zodat hij ook goed aansluit bij onze buitenlessen. Dus dat we onze buitenlessen nog meer kunnen optimaliseren en ze nog meer tot hun recht komen. Nou, en dan is onze school in zijn totaliteit 1 en al gericht op het buitenonderwijs. Dus, maar dat moet goed komen. Alle vertrouwen in.